Onze presentatie gaat over P.C.Hooft, een bekende dichter uit de 16e en 17e eeuw. De presentatie is gemaakt door Senna, Daantje, Sjaak, Diede, Denise en Mike. Hij is voor het vak Nederlands. Pieter Cornelissen Hooft, geboren in 1581, stierf in 1647. Hij werd geboren in Amsterdam en was de zoon van Cornelis Hooft, die tal van functies in het bestuur van Amsterdam bekleedde, onder andere als burgemeester. Hij kwam van een rijke familie. Op 17-jarige leeftijd werd P.C. Hooft door zijn vader op educatieve reis naar Frankrijk en naar Italië gestuurd. De bedoeling hiervan was dat hij zich zou voorbereiden op een toekomstige handelscarrière. Echter was dat helemaal niet wat hij wou. De jonge Hooft raakte tijdens zijn reis echter dermate gefascineerd door de kunst van de Italiaanse Renaissance. Grote meesters zoals Leonardo da Vinci inspireerden hem, en hij wou de rest van zijn leven wijden aan de kunst. Zo behaalde Pieter zijn diploma rechten in Leiden, trouwde met Christine van Erp. Hij schreef heel veel liefdesgedichten voor verschillende dames. Al deze gedichten werden later gebundeld in het boek Gedichten van een Heere Pieter C. Hooft. Hooft schreef voornamelijk sonetten en toneeldrama. Zijn bekendste toneelstuk Achilles en Polyxena, waarover later nog veel geschilderd werd. In 1628 begon hij aan zijn levenswerk, de Nederlandse Historien. Hooft was dol op geschiedenis. Hij heeft dit geschreven tot aan zijn dood. P.C. Hooft schreef literaire werken. Toen was zijn correcte spelling helemaal niet gebruikelijk. Maar hij was wel een voorstander van zuivere spelling, naamvallen en gevarieerde zinsbouw. Mensen die al konden lezen, hadden hier moeite mee. Daarom ging hij ook toneelstukken schrijven. Het ging goed met de Republiek, dus trof hij een breed publiek. Hij wou zijn orangistische staatkundige opvattingen uiten naar het publiek. Hij schreef ook zonder enige invloed van religie, wat best uniek was. De bekendste werken van Hooft. Hierin zien we terug dat hij enorm veel houdt van geschiedenis. Namelijk de historische treurspelen Gerard van Velzen en Bateau. Beide toneelstukken hebben het beeld van de Nederlandse geschiedenis sterk beïnvloed. En gaan allebei over voor die tijd actuele gebeurtenissen. Hooft schreef vaak lange zinnen over vele regels doorlopend. Met de pointe, het kernpunt, daar waar het om draait, helemaal aan het einde, zoals het onderstaande sonnet, dat uit maar twee zinnen bestaat. Meestal schreef hij over een vergelijking. Dit gedicht schreef hij voor zijn vrouw, Christina van Erp. Aan het eind wordt de vergelijking uitgelegd. De zon is de geliefde, die de andere vrouwen, de sterren, uit de gedachten van de dichter verjaagt. Hooft had namelijk al 10 vriendinnen gehad, voor hij trouwde met Christina. Waaraan goed te zien is dat we het hebben over een renaissance schrijver, is het feit dat hij spreekt over goden uit de oudheid. Hij spreekt over de vorst des licht. Normaal werd er alleen gesproken over het katholieke geloof. We hebben het er al eerder over gehad. P.C. Hooft is een echte renaissance dichter. Maar wat zijn nou kenmerken van zo'n schrijver? Hij gebruikte vaak Latijnse zinsconstructie. En we zagen mythologie en goden uit de oudheid terug in zijn werk. En diepgang van personage. Verschillende personen brachten de Latijnse taal terug in de literatuur. Daarom is ook dit een typisch kenmerk. Ook verwerkte Hooft de mythologie af en toe in zijn werken. Men voedde Achilles op. Dit was een belangrijk persoon uit de Griekse mythologie. Hij werd gevoed met het merg uit leeuwen, waardoor hij zo woest en dapper werd. Dit is echt een vergelijking met de oudheid. Hij zorgde ook voor verdere diepgang in zijn personages. In tegenstelling tot de werken van voor de periode. Zo worden de gedachtegangen van personages uitvoerig beschreven. Logisch, want in de Renaissance werd het individu belangrijk. Een typisch Renaissance kenmerk dus. Dit was onze presentatie over P.C. Hooft. Bedankt voor het kijken. Created using Powtoon.